het is echt een statement. Echt dat je zo... Hallo lieve volgers van Convey Beauty. Op dit moment is het super heet in Nederland. Op het moment dat ik deze video aan het filmen ben, is het echt 35 graden. Dus wat jullie in de achtergrond horen, dat is mijn ventilator. Want het is echt heel heet in Nederland. Als je voor het eerst hier bent, mijn naam is Fanny. En dit is eigenlijk mijn favorite video. Dus ik laat jullie zien wat voor beauty en boeken en haarproducten de laatste tijd heel veel heb gebruikt en mijn favorieten zijn. Dus wil je meer zien, blijf vooral kijken. Oké, ik begin eigenlijk met deze jurk. Het is een off-shoulder jurk die ik bij ASOS ASOS heb gekocht. Hij is echt heel leuk met zo'n dingetje. En heel goedkoop. Ik heb hem ongeveer voor 10 euro gekocht. Ik weet niet of ze deze nog hebben, want ik heb het al een tijdje. Maar ik ga zeker vergelijkbare jurken als deze hieronder voor jullie linken. Ja, de laatste tijd gebruik ik heel veel van dit soort off-shoulder jurken. Omdat het zo warm is en jullie zijn net mooi en leuk voor de zomer. Nou, wat ik in de sale bij de Bijenkorf heb gekocht, is eigenlijk... dit. En dit is de Tangle Teaser, dat is de naam van de merk. En dit is een collaboration met, hoe heet dat merk? Ik weet niet meer hoe dat merk heet. Maar het is in ieder geval een collaboration met dat merk, oh ja, Skinny Dip staat erop. Skinny Dip. Skinny Dip is eigenlijk een merk van echt van die hele coole iPhone cases en telefoon cases, telefoonhoesjes. En ze hebben dus een collab met Tangle Teaser gedaan. En dit was echt 10 euro. Dus ik ben super blij. Want op vakantie kan je dit echt makkelijk in je tas kwijt. Het is echt heel makkelijk. En er zit echt dus een dekseltje die het zo mooi dicht houdt, waardoor het niet vies of whatever wordt. Het heeft een mooie, echt mooie verpakking. Ik heb gekozen voor de flamingos natuurlijk. Dus het heeft dus een verwijderbare deksel en het is wereldwijd bekend. Het is echt een hele bekende haarborstel en heel veel mensen hebben het. Omdat hij echt klieten en alles makkelijk smooth doet. En je hebt echt geen spiegel nodig. Je hebt je haar super snel in model. Het is echt super makkelijk in gebruik. Het geeft je haar echt een beetje glans. Nou, zie ik er beter uit. Nou, deze is dus mijn favoriet deze zomer. Omdat hij echt overal in kan. Hij past gewoon makkelijk in mijn tas. Hij is heel leuk. En hij doet echt zijn werk super goed. Deze heb ik dus in de sale gekocht bij de Bijenkorf. Maar ze hebben echt hele mooie varianten van de Tangle Teaser. Ze hebben een rosé gehaald. En dat is niet bij de Bijenkorf, maar bij ASOS volgens mij. Hebben ze een vergelijkbare in rosé gehaald. Ik ga het hieronder voor jullie linken, want hij is echt heel mooi. Het is echt een statement. Echt dat je zo je haar met een mooi rosé gouden haarborstel kan. Dus ik ga het zeker voor jullie linken en ik raad deze echt aan. Hij is echt top. Dus ik hou van een goed shampoo en conditioner. Jullie weten dat ik de W shampoo en conditioner heb gebruikt. Nou, hij droogt mijn haar heel erg, waardoor mijn haar snel gaat klitten. Dus dat gebruik ik de laatste tijd niet meer. Maar een shampoo dat ik echt geweldig vind en ik de laatste tijd heel veel gebruik is de La Rua. Dit is eigenlijk van Amazon Beauty. Het is echt super mooie verpakking. Ik hou ervan als mijn shampoo en conditioner in een mooie, ja, klassieke, rustige verpakking komt. Mooie gouden doppen. Het ruikt heel lekker naar mint. Echt een lekkere mintgeur. Als je van een shampoo houdt dat echt heel veel schuim geeft, dan moet je echt niet voor deze gaan. Want deze geeft geen schuim. Dat vind ik ook wel een beetje jammer. Want je gebruikt juist heel veel. Omdat hij niet zo schuimt, ga je
neig je om heel veel te gebruiken en dan is het snel op. Maar het komt omdat het echt organic producten, ingrediënten hierin zitten. Ja, schuimt die niet. En het is echt supergoed voor mensen die gekleurde haar hebben of highlights hebben. Het is echt perfect daarvoor. Het zijn 100% natuurlijke ingrediënten die hierin zitten uit de tropische regenwoud. Deze shampoo geeft mij altijd echt een mooie glans. Elke keer als ik mijn haar was, ruikt mijn haar echt super lekker naar een soort minty geur. En het reinigt zonder de natuurlijke bescherming laag aan te tasten. Dus dat vind ik ook echt super, super belangrijk. En dat is ook de reden waarom het ook niet heel veel schuimt. Want het zijn echt puur natuurlijke ingrediënten dat hierin zit. De conditioner is ook echt super handig. Hij omkleedt echt heel goed. Mijn haar voelt niet vettig na het gebruik van dit merk. En het staat ook altijd heel mooi op mijn schoonheidstafel hierachter. Dus voor mij is dit zelfs beter dan de Way shampoo en conditioner. Ik weet dat Jen Atkin heel bekend is van celebrities zoals Kim Kardashian. En dat is wat haar merk zo groot heeft gemaakt. Maar ik vind de shampoo, volume shampoo van Way, ja, toch wel drogend. Hij droogt mijn haar echt enorm nu. Ik weet niet of het te maken heeft met de seizoen of zo. Maar dit is zelfs beter dan de shampoo. Dus jullie hebben waarschijnlijk ook gezien mijn video over deze merk. Dit is de merk Glamfox. En dat zijn van deze prachtige, kijk aan. Prachtige lipstick. Dit is dan zo'n lipstick met een roos erin. Het ruikt echt heerlijk lekker fruitig. Heel fruitig, lekker fruitig. Het komt echt in een super chique verpakking. En het is echt mijn favoriet nu, want het is niet een kleur. Dat heb ik nu ook aan. Het is echt zo'n zachte, mooie kleur dat echt transformeert van lichtroze naar roze. Dit is van de Koreaanse merk Glamfox en dit is de kleur GL03. En hij is zo mooi, zo prachtig. Ik heb foto's gemaakt op mijn Instagram van dit lipstick. En iedereen was zo van, wauw, waar kan je dit kopen in Nederland? Of tenminste, ik heb heel veel vragen gekregen van mensen van, waar kan je dit lipstick kopen? Alhoewel Korean beauty steeds meer bekend is in Nederland, is niet alles nog in Nederland. Dus ik hoop dat de merk Glamfox met zijn mooie, mooie, mooie lipproducten. Deze is ook heel mooi. Ook met een roos erin. Ik hoop dat er meer en meer van dit soort merken naar Nederland komen, want ze zijn echt geweldig. Bedrijven als Cotra, Korea Trade Investment Promotion Agency, helpen bedrijven in Nederland om aan dit soort producten te komen. En ik denk dat echt Korean beauty is echt iets wat eigenlijk standaard in de beautyschappen in Nederland zou moeten zijn. Zoals je ook in Frankrijk ziet, heb je dan een boot met Koreaanse producten. Ik hoop dat dat ook in Nederland steeds komt. Ik weet dat de Bijenkorf dat ook al heeft. Dus ik hoop dat Bijenkorf dit ook gaat verkopen. Maar wie weet komen er steeds meer van dit soort producten. En ik ben er blij mee. Maar wat echt heel bekend is van de Korean beauty zijn de sheet mask. En dat heb ik ook gekregen, gelukkig. Om te testen. En ja, ik heb echt heel veel. Ik heb van Kokorium de koppelmask. Echt super, super, super leuk. Eentje voor jou en eentje voor je man. Van Ecoste Intensive Hydration Mask. Ik heb deze coole, echt hele leuke van Oka. Super, super leuke eentjes voor Filling with Pure Honey Sheet Mask. Buckle Up, de Pore Sheet Mask en Anti-Wrinkle Sheet Mask. En dan hebben we de Sneeuw Jelly Mask van K-Derm. En dan hebben we deze vier ook om te testen. Ik heb jullie een video, een unboxing video op
mijn Instagram laten zien van al de producten die ik heb ontvangen om te testen. Dus wil je zien wat ik heb ontvangen en de nieuwste Korean producten die echt trendy zijn in Korea? Kijk naar mijn Instagram stories voor ja, mijn unboxing video van alle Koreaanse producten die ik heb ontvangen. Maar dit allemaal ga ik testen en het wordt eigenlijk een challenge. Ik ga een week lang Koreaanse sheetmask gebruiken. En dan gaan we kijken wat het met mijn gezicht doet. Dus dat komt. Maar ik ben echt super dol op sheetmask. We gaan het testen allemaal. En ik ben super enthousiast. Nou, ik hou ervan om een beetje me-time te hebben in de bad. En jullie weten hoe gek ik ben op deze. Dit is de Weleda Wilde Rozen. Een douche, verwend douche. Het is een heerlijk douchecreme. Het voelt heel zacht op je huid als je het aanbrengt. Het ruikt geweldig naar rozen. Echt een aanrader als je van de geur van rozen houdt. En wat ik de laatste tijd heel veel doe, ik gebruik deze in het bad. En wat dit is een ja, cellulitis borstel. En eigenlijk cellulitisch massageborstel in één. Het is echt bewezen dat dit soort borstels echt helpen cellulitisch tegen te gaan. En ja, hoe ouder je wordt, hoe meer je eigenlijk een beetje moet verzorgen. En zorgen dat je dat soort dingen niet krijgt. Of tenminste minder hebt. Want je kan het gebruiken met een lichaamsolie, cellulitisch olie. Maar ik gebruik het vaak in de douche. Of in bad met de verwend douche van Weleda. En dan lekker masseren. Heeft een handding hier dat je het goed kan pakken. En dan echt masseren. Op de plekken die je nodig hebt. Maar je kan het ook op je hand. Het is echt een soort ja, ook massage in één. En deze twee heb ik bij Holland & Barrett voorheen de tuin gekocht. Holland & Barrett verzendt nu gratis. Ik weet niet tot hoe lang. Maar voorlopig hebben ze gratis verzending boven de 10 euro. Dus dat is echt heel cool. Al mijn keto producten koop ik ook vaak bij Holland & Barrett. Dus als je de keto diet aan het doen bent. Of als je gewoon een verwend product zoekt. Ga naar Holland & Barrett. Ik link alles hieronder. En ja, gratis verzending. Toen wij naar Zuid-Frankrijk zijn gegaan. Hebben wij heel veel zeepjes gekocht. Nou, jullie weten, Zuid-Frankrijk is de plek van de lekkerste, de beste zeepen ter wereld ongeveer. En ik heb deze gekocht. Het ruikt zo lekker naar olijven. Echt zo lekker. En het komt in een mooie doosje. Jacob Hooy, ook te koop bij Holland & Barrett, heeft ook zeepen uit Marseille met 72% olijfolie. Ze zijn super geschikt als handzeep ook, maar ik gebruik het gewoon voor mijn lichaam. Super zacht en het ruikt heerlijk. Geen huidirritaties of whatsoever. Dus ik ben echt een fan van Franse zeepjes. En bij Holland & Barrett kan je echt heel veel soorten kopen. Dus je hoeft niet naar Frankrijk te gaan om ze te kopen. Dus go check them out. Ze zijn echt heel lekker. Dit is echt een olie baragouri. Dit is van MAC. Dit is hun shaping powder in Emphasize. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar hij is niet super wit. Maar hij heeft wel een beetje glinstering. Even kijken of jullie kunnen zien. Maar hij is echt perfect voor onder de ogen. Dat heb ik nu ook onder mijn ogen. Dat is echt een mooie illuminator. Mooie glans en highlight geeft het onder je ogen. Dus deze gebruik ik altijd boven mijn concealer. Het is echt ultra fijn met een soft focus technologie. Om zo meer dimensie te geven. Hij is ook oogheelkundig getest, dermatologisch getest. Veroorzaakt tot zover geen acne. Dus ik ben echt een fan van deze Pro Shaping Powder te koop bij MAC. Ik weet niet of het ook ergens anders te koop is. Maar in ieder geval op hun website kan je deze kopen. Je kan het bewaren in zo'n pen die ze ook daar verkopen. En dat moet je bij te stellen. Dit is echt nieuw. En het is echt mijn favoriete deze zomer.
echt ultieme favorieten deze zomer. Dit is de NARS Orgasm Liquid Blush. Dit is de kleur. Een mooie roze kleur. En het komt met een pom. Dat vind ik echt het beste. Hij komt met een pom. Dat is zo, zo mooi. Het doet mij altijd denken aan een nail polish. De verpakking vind ik super cool. Het is een soort van glas met een mooie zwarte dop. En dit is de kleur Orgasm. Dus je krijgt 15 ml erin. En de kleur is echt geweldig. Als je het zo gebruikt, meteen, dan zit je echt met zo'n roze wang. Dat wil je niet. Dus ik ga jullie in een andere blogpost video uitleggen hoe je zo'n liquid blush moet gebruiken. Deze kleur heb ik nu ook aan. Subtiel en mooi. Hij is echt mijn favoriet. Want in de zomer wil je toch wel een zomerse glow en look. En dit, met dit heb je dat. Samen met een tinted moisturizer of een glowy highlighter in dit. Dit is echt de perfecte zomercombinatie. Dit is echt mijn top blush nu. Ik heb hem ook in zo'n compact poeder. Zo ziet het eruit. Als je het zo vergelijkt, zal je zeggen dat deze lichter is. Maar dat is hem echt niet. Het is echt hetzelfde kleur. Maar deze smelt toch iets meer in je huid. En is niet echt poederig. En wordt ook niet cakeier. Zoals het meeste poeders doen. Dus deze is ook echt heel leuk. Maar voor de zomer. De liquid blush van NARS is echt top. Ze hebben andere kleuren. Maar de Orgasm is wereldwijd de populairste, de mooiste kleur. En het staat echt elke huidskleur echt mooi. Ik gebruik 1 druppel per wang. Want ik hou echt van een intense blushkleur. En verder, het gaat heel lang mee. Dus verrijkt met Tamano Oil. Echt een geweldige olie. En Manoi olie. Dus echt ook best wel voedend voor je huid. En ook hydraterend. Dus het is echt een van mijn favoriete blush. En ze hebben ook andere kleuren, 4 kleuren. Die je ook makkelijk kan kopen via NARS. Dus go check it out. Dit heb ik echt de laatste tijd elke dag gebruikt. Echt elke dag. Dit is de Kula Mineral Sunscreen Cucumber Matte Finish. High Protection SPF 30. Dus niet High Protection. Maar 30 is ook echt goed voor je gezicht. Hoe meer je naar de 50 gaat, hoe meer vettig. En ook je make-up staat gewoon niet meer mooi. Als je ook een sunscreen van 50 gebruikt. Dus ik zou zeggen, als je echt lang buiten in de zon gaat zitten, wat niet echt een goed idee is, gebruik toch een SPF 50. Maar als je gewoon even buiten gaat en altijd toch je hoed of bril of whatever gebruikt, gebruik deze. Hij is echt perfect voor mensen met een gevoelige huid. Het is een tube, heel makkelijk in gebruik. Hij is wit. Het voelt echt zo lekker naar poeder. En het ruikt naar komkommer. Echt super lekker. Het is tot nu toe de beste sunscreen dat ik ooit heb gehad voor mijn gezicht. Ik ga nooit meer naar een andere merk. Ik heb vaak in het verleden veel van de gezichtssunscreen gebruikt. Wat mij echt puistjes gaven. En deze doet dat niet. Hij is waterresistent. 40 minuten. Hij is echt top. Dus deze raad ik echt aan. En ik gebruik hem echt elke dag. Nou, jullie weten het is zomer. Dus een beetje geur is ook wel handig. En dit is mijn favoriete parfum. Dit is de Creed Vetiver Geranium. Zo ziet de verpakking eruit. En dit is echt geweldig. Ik heb hem al vaker gebruikt, maar ik heb hem nog in doos, want ik wil jullie de doos ook laten zien. Dit is meneer en mevrouw Creed volgens mij. En dit is de parfum. Komt echt in een hele mooie verpakking. En het ruikt heel lekker. Ik ga even voor jullie lezen wat de topnoten zijn. Het is Crisp, Granny Smith, appel, bergamot en citroen. En de haardnoten zijn geranium, warme kaneel en roos. Basisnoten, patchouli, ceder, muskus en amber. De geur is
je moet het echt voor jezelf echt ruiken. Griet is te koop bij de Bijenkorf via Skins. Maar deze heb ik gekocht in Andorra, dat zit in Spanje. En wat veel mensen niet weten is dat je in Andorra is een staat van niks. Je hebt echt niks. Het is niet leuk. Maar Andorra kan je tax-free shoppen. Deze heb ik voor ongeveer 50% korting gekocht daar. Andorra is een soort belastingparadijs. Alles is super goedkoop. Met name make-up en parfum. Dus als je een parfum zoekt die echt zo'n top dure parfum is, ga naar Andorra en koop daar je parfum. Deze is echt de beste parfum voor deze zomer. Hij is super lekker en het is echt mijn favoriet. Nou, nu gaan we voor de boek van de maand, juli. En ik heb deze eigenlijk toen ik werkte ontvangen. Dit is Beren op de weg, spinsters in je hoofd. Zo ziet het eruit. En het is echt een supergoed boek als je werkstress hebt. Dus waarom ik deze nu aan jullie wil laten zien is omdat veel mensen hebben nu vakantie en kampen met werkstress. En als je echt werkstress hebt, is echt het vervelendste wat je kan hebben. Stress is sowieso vervelend voor je. En dit boek helpt jou om de stress te verlagen. En zeker in de vakantie, lees dit, want dit kan jou helpen om gewoon fit en powerful weer te beginnen met je werk. Dit is van Theo IJzermans en Koen Dirks. Omgaan met emoties op het werk, de rationele effectiviteitstraining. Ik had vroeger heel veel werkstress waar ik werkte. Dus ik had vaak heel veel stress, heel veel werkdrukte. En toen ben ik naar een soort werkpsycholoog gegaan. En die heeft mij deze boek gegeven om te lezen. Ik heb hem gelezen. Hij is echt een heel goed boek. Zeker dus als je met werkstress zit. En dus ik heb het nu voor jullie omdat ik weet dat veel mensen op vakantie zijn. En ook met werkstress zitten. Van oh, ik heb heel veel te doen na de vakantie. Nou, lees dit boek. Dit helpt jou om gewoon lekker rustig te beginnen straks na de vakantie. Rationele effectiviteitstraining is een veelgebruikte methode om beter om te gaan met werksituaties zoals stress, slechte sociale contacten en ergernissen veroorzaken. Spanning en stress hebben maar voor een deel te maken met invloeden van buitenaf. Een groot deel van de narigheid veroorzaken we eigenlijk zelf. Dus zeker voor de mensen die echt werken, echt een topboek om te lezen. Dit was het weer van vandaag. Dit zijn mijn favorites van jullie. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden en dat je ook een paar van deze favorites gaat checken. Want ze zijn echt de moeite waard. En thumbs up als je het leuk vindt. En vergeet ook niet te subscriben. En geniet van de zomer. En tot de volgende keer.